Om deze huizen gaat het. 52 woningen in Carnisse die gesloopt gaan worden om een poort naar winkelcentrum Hart van Zuid mogelijk te maken. Want de bewoners van die wijk moeten nu te ver omfietsen en lopen om bij de winkels te komen, vindt de wethouder. We zien dat bij Hart van Zuid er een hele mooie ontwikkeling gaande is rondom Zuidplein. Er is net een nieuw zwembad opgeleverd, het kunstenpand is in aanbouw, bij Ahoy worden congreshallen gebouwd. En als je zo'n mooie gebiedsontwikkeling hebt, dan zouden we graag zien dat de wijken daarachter er ook echt van mee kunnen profiteren. Ja. Alleen er is daar een heel langgerekt bouwblok, dat staat dat in de weg. En dus willen we een poort naar Carnisse maken waarbij we 52 woningen zullen kopen van de mensen. En daar een doorgang zullen maken zodat de rest van de wijk kan mee profiteren van het mooie gebied bij Zuidplein. Doodzonde. Doodzonde? Ja. Het zijn hele karakteristieke huizen en ik loop al liever een stukje om. Ja, want u bent nu aan de wandel volgens mij. U moet wel om. Ja, maar dat is maar 3 minuten, daar maak ik me niet druk om. U zegt niet nodig? Nee, absoluut niet. Nee. En daar kan een heel gezin wonen en daar een gezin en daar een gezin. Ja, ja. En we hebben al huizen tekort. Ja. Op de twee hoeken die door de sloop ontstaan komen woontorens van 11 verdiepingen hoog. Waardoor er uiteindelijk 52 nieuwe woningen kunnen worden teruggebouwd. En dat worden duurdere huizen voor midden- en hoge inkomens. We zien in die wijk dat er heel veel dezelfde soorten huizen zijn met een beperkt aantal vierkante meter. Dus als we dan terugbouwen willen we dat de kwaliteit ietsje hoger ligt en dat we ook de doorstroom in de wijk dat we daaraan tegemoet kunnen komen. Ja, aan de ene kant vind ik het jammer en aan de andere kant, weet je, als het mooier moet worden dan moet het maar zo zijn. Ja? Ja. Het moest eigenlijk ongeveer, omdat Ahoy en alles wordt opgeknapt, kan dit niet achterblijven, zeg maar. Nee. Weet je wel, het is een oud gebouw uit 1930, weet je. En bij de nieuwbouw, dus ja. Ja. Het zat er een beetje aan te komen, maar het is wel een verrassing, zeg maar. U moet het huis uit dus, hè? Ja. Verkopen? Verkopen, ja. Dus laat de gemeente maar met een mooie prijs komen, zou ik zo zeggen, toch? Als de gemeenteraad instemt met de plannen, gaat het opkopen tenminste 2 jaar duren. Dus de sloop en nieuwbouw begint op zijn vroegst in 2021. Jongens, jullie moeten de huizenmarkt op. Succes! Ja, dankjewel! Dag!